Alle vergunningen moeten terug naar het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zegt minister Reshma Kuldeep Singh. De bewindsvrouw stelt dat haar ministerie nu geen overzicht heeft van het aantal uitgegeven vergunningen. Dus ik pleit ervoor dat elke ondernemer nu vergunningplichtig wordt gesteld en dat alle vergunningen terugkomen bij EZ, omdat wij de overzicht kwijt zijn. En we weten niet wat er bij de DC is, hoeveel vergunningen worden uitgegeven bij de DC per jaar. Je kan het wel bij KKF opvragen, maar het is toch handig dat er één centrale plek is. Dus ik ben dat beleid aan het uiteenzetten en samen met mijn collega van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Politie zijn we bezig het beleid op wellnesscenters en salons en al dat soort dingen. Daar zijn we nu beleid aan het maken. De minister zegt verder onaangenaam verrast te zijn geweest over het nieuws waarbij iemand vorige week is overleden in een wellnesskliniek. Het bedrijf zou niet over de vereiste vergunning beschikken voor medische behandelingen. Ik schrok er ook van wat er gebeurde. En toen mijn collega van Volksgezondheid me zei dat wellnesscenter geen vergunningplichtig is en bij ons ook. Dus toen hebben we gezegd nee, er moet beleid erop komen. Het is te betreuren. Dat men risico's heeft genomen met, geen rekening heeft gehouden met gezondheid van natuurlijke mensen. En dat men mensen in gevaar heeft gebracht. Het is te betreuren. Na gesprekken met de collega van Volksgezondheid is besloten beter beleid te maken ten aanzien van de vergunningsvoorwaarden bij ondernemingen.